De Nederlandse symfonische metalband Within Temptation en Amerikaanse rockband Evanescence bundelen voor het eerst in hun carrière de krachten voor de World's Collide Tour. Een megatour langs de belangrijkste zalen in Europa. Komende woensdag wordt de tour afgetrapt en staat Within Temptation zangeres Sharon en Adel samen met haar band in München. Ja. Oh, ja, wat een vette beelden ook, Sharon. Nou, dankjewel. Ja, dat waren ook echt hele leuke festivals waar we toen speelden. Ja, wat wordt het voor tour? Een vrij lange tour van 4 weken, ruim 4 weken. We beginnen in München en we eindigen volgens mij in Nederland ergens, volgens mij een van de laatste shows. Dus we gaan heel Europa door. Allemaal mooie grote zalen en dat gezamenlijk met een andere te gekke band. Ja, precies. Ja. Dominic, do you like the music? I do, yeah. I in my next life I'm going to do that. Oh really? Yeah. Yeah. I just bought myself an electronic drum kit. Oh, so yeah, as for my 50th birthday present. So okay. I do that, but nobody can see or hear it. It's You're fantastic. I'm actually over 50 now. Stop wow. it. Stop it. Okay. It's a miracle. I don't believe him. No, no, it's the makeup. Looking good, looking good. Maar dit is ook. Ik kan me herinneren dat ik als klein tienerjongetje al naar With the Temptation luisterde. Jullie bestaan 26 jaar al, hè? Ja, het gaat me ook. Ik voel me nou ook heel oud, moet ik zeggen. Jij zei tienerjongetje. Sorry. Ja, dus ja, dat kwam Mother Earth, dat album. Dat was 2000, denk ik. Ja, 2002. Ja. Toen was ik 13 jaar. Ja. Ik kan er niks van moois van maken. Maar het is eigenlijk ook schitterend dat het al zo lang zo goed gaat. Nee, het gaat hartstikke goed. En we zijn niet een band die altijd op de radio gedraaid wordt. Eigenlijk tegenwoordig een stuk minder. Maar ja. Nee, terwijl toen was het wel. Het was ook wel gewoon top 40, toch? Ja, wij hadden een echte radiohits inderdaad. Ja, dus daar kennen de meeste mensen ons van. Maar ja, we treden nog steeds overal op en het gaat nog steeds hartstikke goed. Nee, ik merk dat ook toen we aankondigden dat je hier vandaag was. Ja. Jullie hebben een enorme wereldwijde social following. Hele betrokken fans ook. Ja, fans zijn echt heel erg betrokken. En ook van allerlei generaties, van jong tot oud. Net als bijvoorbeeld, we hebben nu opgetreden met Iron Maiden. Die hebben ook 3 generaties. We hebben een beetje hetzelfde publiek wat dat betreft. 3 generaties van tieners tot en met... we hadden ook een man in het publiek staan. Die heb ik ooit voor het eerst ontmoet in Philadelphia. Toen was hij al 81. Ja. En hij was nu 90. En dan stond hij met zijn zoon vooraan het podium. Ik denk, hoe dan? Maar hij stond nog steeds. Hij heeft alles overleefd, pandemie en alles. Dus helemaal, En Iron Maiden is echt een hele grote naam. En misschien ook wel de enige naam. Want jullie hebben daar net een tour mee erop zitten. Waar jullie een paar keer in het voorprogramma hebben gestaan. Ja, als je zelf een gevestigde naam bent en iemand vraagt voor het voorprogramma. Dan kan dat ook een belediging zijn. Ja, maar we kennen hun al 15 jaar. En we hebben al meerdere keer met hun opgetreden. In het voorprogramma met festivals vooral. Maar ook in hun eigen shows. En een bepaalde relatie opgebouwd. Er zitten een paar bandleden in en die zijn enorm fan van Iron Maiden. Nee. Eigenlijk spelen we niet zo vaak meer in het voorprogramma van iemand anders. Dat lukt gewoon niet meer, zijn we te groot voor. Nee, dat weet ik niet. Maar Amerika, dat is toch wel weer een ander soort zaal dan waar wij spelen. Dit zijn echt alleen maar arena's. Dus we vonden het echt superleuk om te doen. Ja. Ja, iconische band Iron Maiden, dus is het een beetje jouw muziek, Lakshmi? Oh, ik ben helemaal aan het fangirl hier. Ja? Oh, wat leuk. Ik had vroeger posters van jou boven mijn bed. Echt waar? Oh, wat en van Evanescence dus ook. Dus sowieso ben ik daarbij, natuurlijk. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar ik weet niet helemaal wat jouw muziekgenre is, maar... Ik ben met de popmuziek opgehouden in 1974. Okay. Nou, het jaar dat ik ben geboren, dus dat... Het is met het zwemmen verloren gegaan. Goed, nou weten we dat ook. De komende tijd gaan jullie dus toeren. Afgelopen zomer hebben jullie dat ook gedaan op grote festivals, zei je al, in Europa. Klopt. Een van die festivals was Graspop in het Belgische Dessel. Heel tof hoor. Inmiddels aangeschoven hier Ivar de Graaf. Ja. De oud drummer, begreep ik. Maar klopt. Maar dus ook gitarist. Ja.
Ja, ik was, ja, oud drummer inderdaad, want we hebben het ook al over... Ooit oud drummer. Ooit. Ja. Ooit was je oud drummer. Af en toe duik ik nog eens op, in dit geval op gitaar en soms ook wel eens op basgitaar. Ja, ja. Nou, we hadden een COVID-gevalletje, onze bassist was ziek en dan valt hij in. Hij kan alles bespelen. Dat is het zo fijne van Ivar, die als je iemand nodig hebt, dan komt hij gewoon in vliegen. Oké, ook voor klusjes en zo? Of gewoon, nou, echt voor dit soort klusjes. Schuurtjes repareren, maar... Ja. Wat gaan jullie spelen? Neverending Story. Neverending Story, ja. Zegt het verkeerd. Een mooie akoestische uitvoering. Hij doet het. Neverending Story. Een oud liedje, maar ja, als je iets akoestisch speelt, dan maakt niet uit wat je speelt. En we vonden het ook wel een mooi nummer met betrekking tot de tekst, wat er allemaal nu afspeelt in de wereld. Dus een, ja, gaat dat alles vergankelijk is eigenlijk. Mooi. En tegelijk ook wel belangrijk in het moment zelf. Dus, ja. Wij zijn vol aandacht en bewondering. Dank je. And she takes, she puts us asleep in her light will awake. We'll all be forgotten. There's no endless fame. Anything we do, it's never in vain. We're part of a story, part of a tale. We're all on this journey. En Within Temptation en Evanescence zullen de komende tijd 19 shows in Europa doen, waaronder 2 in de Ziggo Dome in Amsterdam op 29 en 30 november.